Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. U weet het, we zijn bezig met de Surrey-pop-serie waarin we in elke aflevering één Surrey-pop-componist voor het voetlicht plaatsen om op die manier meer te weten te komen over de persoon achter het nummer en over het nummer ook natuurlijk in voorbereiding naar de galashow op 3 december in het NIS. Of eigenlijk moet ik zeggen in de NIS, de sporthal. Ja. Goed, vandaag is mijn gast Roberto Banel, geen onbekende in de entertainmentwereld in Suriname. En we gaan praten over zijn nummer, Minos Acorio. Roberto, ook aan jou de felicitaties. Ja, dank je. Ja. Vertel ons alvast over jouw traject naar Suripop toe. Want je zit in de entertainmentwereld sowieso. Ben je normaal gewend om ook Surinaamse nummers zelf uit te brengen? Of is dit echt je eerste pennenvrucht, Nee. Het is altijd zo geweest dat ik altijd Surinaams muziek heb uitgebracht, commercieel muziek. Ja. En maar zelf maken ook? Ook ja. Zelf maken? Ook ja. Ja? Okay. Alleen Suripop was de enige podium dat ik nog niet had gezien en enige platform die ik nog niet had bedacht. Dus voor mij was het like, oké, ik moet het eens halen. Dus elke keer wanneer ik een inzending deed en ik het niet haalde, was het voor mij niet like om een big thing, want ik was dagelijks, ik ben een actieve producer, ik was steeds bezig met nummers, dus ik wachtte gewoon rustig op de tijd, wanneer ik weer las op Facebook, de inzending, weet je wel. Dus en dat is gebeurd in 2019, en corona kwam er, en dat heeft ook volgens mij ervoor gezorgd dat mijn song ook nu heel anders klinkt, en we hebben hem 6 keren veranderd. Echt 6 keren. En ook 3 zangers voor mezelf. Ja. En ik moet zeggen dat niemand was blij met corona. Maar ik kan wel zeggen dat ik toch dankzij corona nu de juiste vocalist heb gevonden. De juiste sound hebben we ontwikkeld samen met mijn arrangeur. Ja. En ik ben zo verliefd op mijn song. Ik ben mijn arrangeur zo dankbaar dat hij me ook de ruimte heeft geboden. Om een vrije wil te doen, want ik ben ook zelf muzikant. We doen bijna, hij is toetsenist, ik ben ook toetsenist. Ja. Dus we konden elkaar voelen. Okay. Maar, en hij gaf me de ruimte van, hey, Roba, na je takia, aboom. Nou, we liepen met we zijn één. Ja. Weet je, dat mijn gevoel hoor ik, en dat hoor ik bij die intro. Dat is puur wat ik heb gearrangeerd toen ik mijn song schreef. Ja. En dat heeft hij aangehouden. Dus dat is voor mij like, oké, dat ben ik. Hoeveel keer heb je eerder aan Suripop meegedaan met inzendingen? Maar je durft het niet te zeggen, hè? Dat is niet zo, dat ga je niet over. Dit is mijn 10e, ik heb bij de 10e inzending. Oh my god, ja, echt, ik zat nog op schoolbank. Echt, het moet zijn geweest, ik twijfel even, als het moet zijn de inzending van 2000 of 2002. Ja, dus of eerste keer. Ja, de eerste keer. Elke keer heb je meegedaan? Elke keer. Ongelooflijk. Soms was ik als melodieschrijver, soms als arrangeur, weet je toch. Dus, maar ik heb nooit, zoals ik zei, ik ben altijd een actieve persoon geweest. Dus voor mij was het like, oké, ik zet hem maar aan de kant. Uh-huh. Ik probeer hem weer. 1 song van me heeft ooit de finale niet gehaald. En die is wel een nummer 1 geworden in Suriname. Een nationale hit geworden. Ook voor de groep. Sondre You van New Style. Is een zeer bekende Kaskawi-formatie. Het was in 2016. Het was de inzending van 2014. Ja. Toen ik dat gehaald. En ze benaderden me voor een love song. En ik had die klaar liggen. Die was gewoon een Kaskawi-nummer. Mm-hmm. Maar puur love song. Mm-hmm. En die, ik had die inzending gaan alleen met piano. Mm-hmm. Weet je, dan misschien als ik een vol had gestuurd, dan was het like, hey, dit hebben we nodig voor Suripop. Maar dat was gewoon alleen maar piano. Zonder maar weet je dat het. En toen bracht ik het uit. Dat is de enige song die ik ooit heb geprobeerd om uit te brengen. En dat was gewoon hun eerste nummer 1 hit. Het heeft ook heel veel miljoen views gehaald. Ja. En voor de rest heb ik allemaal nog steeds liggen. Serieus? Ja. Oké, nou, misschien moeten we daar een keer aandacht aan besteden. Door zeggen van, hé, luister nou, maar de juiste arrangeur, dat je die nummers uitbrengt, allemaal in een andere genre, allemaal een eigen swing. Ja, allemaal ik vind het wel een interessant verhaal. Ik vind het een mooi verhaal, dat inderdaad je al 10 keer hebt meegenomen. Ja, 10 keer. En zo zie je, kijk, Suripop geeft mensen natuurlijk een platform om hun nummers uit te brengen. Maar jij hebt het wel gedaan en je nummer heeft een nummer 1 gehaald. Dus het enige wat ik nog niet in mijn CV kon schrijven was Suripop. En ik was toch belangrijk voor je? Ja, ik moet. Ja. Het moet. Ik ben een Suripop. Ik ben geboren in 82, het jaar dat Suripop begon. Ja. Ik begon Suripop te volgen in 1990 met Wina Wang als winnaar, 92, 94, allemaal heb ik zitten volgen met mijn pen en mijn schrift. Mijn vader en ik wel keken en we hadden altijd onze streven van, Timiku gaat winnen, Dingen gaat winnen. Weet je dat, mijn vader en ik, dat was toen ik nog in leven was. Ja. En ik zei van, ik moet meedoen. En toen ik Yunami Song hoorde, nu pas weet ik, 2002 was mijn eerste keer met Yunami Song als winnaar daar. Uh-huh. Ja. En ik zei van, ik ga meedoen met Suripop. Okay. Ik moet meedoen met Suripop. Dat is het enige wat ik nog bij kon zeggen, want ik heb alles gehad in Suriname. Ja. Een dag van nummer 1 heet, ja. een toeren hier in het buitenland,
gewerkt met zoveel talent. Ik heb oor voor talenten. Vandaar dat ik ook een talent heb gekozen als vocalist. Dus Suriname was de enige dat ik ben maar scrivie. En nu behoor ik tot de klasse waar mannen als Henk McDonald hebben gezeten. Ja. Een Siegfried Geeling, een meneer Chris Burg, een Gail Eyck. En ik behoor erbij. Ik ben zo pro. Mooi streven. Mooi streven. Doe je 2024 weer mee? Nee, ik ga blijven meedoen. Ja, blijf meedoen. Ja, ik zeg je straks al warm, ik ga blijven meedoen. Ik ga blijven meedoen. Oké. Goed, ik vind het interessant om te horen jouw 6 veranderingen in coronatijd. Want als je nu terugdenkt aan jouw inzending, waarmee je de finale hebt behaald. Je zendt een nummer in, je behaalt daar de finale mee. Je mag natuurlijk heel veel bouwen aan je nummer. Maar er moet natuurlijk wel een kern van herkenbaarheid erin blijven natuurlijk. Klap. Dus vertel me wat die 6 veranderingen inhielden. Ik had een ballad, een broken heart. Het was echt like sad. En je weet, als je een sad muziek gaat componeren, arrangeren, weet je precies welke akkoorden je gaat gebruiken. Ik denk dat Stomen gaat begrijpen. Ik weet niet of je wat muziektaal kent. Ik ken een beetje muziektaal. Ik hoop bij de kijkers ook muziektaal kennen. Kijk, als je, mijn nummer van nu heeft wat fleurigheid erin. Het blijft vastzitten. Ja. Maar als ik een sad nummer zou schrijven, zou ik wat mineur akkoorden gebruiken. Mm. En dat waren mijn eerste inzending. Want ik wilde die verhoging, die 2-maal modulatie en al die geweldige bam! En door corona heb ik hem steeds aangepast met Sto. En Sto was er van, hey Roberto, we gaan een nieuwe sound introduceren. En ik hou van creativiteit. Mm-hmm. Als ik niet een creatief persoon was, dan had ik gewoon gezegd van, nee Sto. Miwana, aan dit moment is zonder je gevoel. Ik wil die akutjinta paden mijn gevoel. En hij heeft me zo gemotiveerd. En als ik zo naar mijn song luister en ik hoor al die dingen die heden ten dagen worden gebruikt in muziek. Mm-hmm. Global on the world is afro-muziek nummer 1. Mm-hmm. En mijn song hoor je wat kalimba, wat marimba erin, het heel nummer door. En dat is wat de Afrikaanse artiesten gebruiken. Ook mijn gitaar, wat drooggitaar gespeeld door Steve Jabini. Dat zijn dingen het is in. Weet je, dus ik dacht van oké, het is ook leuk dat men... Laat men gaan wennen aan een nieuw geluid van Suripop. Dus, dat wilde ik weten van jou. Want laat je inderdaad dan beïnvloeden door zogenaamde Suripop sound. Want eigenlijk de Suripop sound, als je het mij vraagt, is er nu niet meer zoals het er was. Nee. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet erg. Want het is 40 jaar later, veranderde tijd. Ja. En ik vind dat er ander talent is. We moeten meegaan. Het is tijd is, maar er zijn nog steeds mensen die het wel erg vinden. Ja. En dat vind ik wel jammer, want dat wil zeggen, you don't open up to new talent. Ja. En dat vind ik wel. Ik vind wel dat jouw zanger heeft een dijk van een stem. Het is ongelooflijk wat die jongen produceert. Ja, dus toen we kwamen op het punt dat we de juiste sound hadden gevonden van oké, Roberto, dit is het, bam. Dan moest ik die andere zangers, ze vonden het ook jammer dat ik ze moest bellen van ik kan je niet meer gebruiken. Ik verzon zoveel dingen om ze to let them down easy. Toch, maar anderen waren voor het eerst ga ik meedoen. Ik dacht, ik ben een zeer gevoelig persoon. Ik dacht van, kom je draai eromheen, maar belangrijk is... En toen ik de TikTok-video's van Joel zag voorbij komen, want hij is laatst een populair op TikTok. Er was een TikTok-challenge waar hij volgens mij met een bekende artiest samen zong. Ja. Hij was het, toch? Ja, ongelooflijk. En Joel, zijn overleden moeder, die had via een collega van haar, die mijn neef is, in, ik denk 2018, al benaderd van, ik ga mijn zoontje sturen bij je oom. Ja. Maar dat is nooit gebeurd. En toen was hij van mij 12 of 13. Want Joel moet nu van mijn 17 of 18 jaar zijn, als ik het goed heb. Ongelooflijk, zo'n talent. Dus toen ik de TikTok-video zag en ik stuurde voor Sto, ik dacht, Sto, Arkjo was Stendja. Sto kende hem niet. Sto dacht, hij moet direct naar de studio komen. Ja. En ik heb hem benaderd via zijn oom, die ken ik. Die doet ook geluid, die is de geluid-engineer. Ja. En die heeft hem gebeld en hij was like, oké. Enige probleem die we hadden, Joel had nooit Surinaams gezongen, nooit Alkaans en nooit Nederlands. Hij is like een nerd person in de studio, praat van, oké, I like it, let's do it. Alle van mij is bijna een beetje Engels. Lieve jongen. Heel lieve jongen. Lieve jongen, ja. En hij praat niet echt, hij zingt niet echt Nederlands. Mm-hmm. Zijn sterke kant is Engels. Ja, deze generatie. En ik zei van, oké, dat is leuk, maar het wordt... Surinaams moet erin. Dus en ook met Joel was ik ook blij, want mijn song is ook de enige song met een heleboel twist erin. Ja. Ik begin met Nederlands en dan hoor je die samenvloeiing naar een beetje Alkaans, dan weer naar Surinaams. Ja. Dan krijg je een refrein met
full Surinaams. Dan krijg je weer een Brits die 100% Nederlands is, ja, naar Surinaams. En dat is kan je niet zomaar doen. Zelfs wanneer je praat is de overschakeling van Nederlands naar Surinaams een beetje moeilijk. Mm-hmm. In één keer om dat te doen en ook, ja, zingen. En ik zeg van nee, ik ben een creatief persoon. Ik zeg nee, ik ga het doen. En als ik zo naar alle songs heb geluisterd, geweldige nummers, dan zie ik van hé, ik ben de aparte met toch een gedurfde om een beetje Nederlands, een beetje Alkaans. Verschillende talen, een beetje reflectie van Suriname erin te zetten. En voor Joel was het, ja, nog gelijk, oké, hoe moet hij nou die Miawani Bibi zeggen? Mia Sheke, weet je, want er is een beetje Alkaans. Maar geloof me, het is gelukt. Joel heeft nog zelf meer gedaan dat hij net op hoort. Maar ja, omdat Stoos heeft van Roberto, let's keep it like this. Ja, anders ga je overproduceren. Ja, want ja, hij kan heel veel. Hij heeft een goede, ja, range. Ja. Hij heeft de goede vibratie in zijn stem. En ja, ik ben zeer tevreden met Joel. Hij heeft een hele mooie stem. Hele mooie stem. Ik heb hem gehoord. Ik was verbaasd. En toen hoorde ik het verhaal achter hem. En ik denk, wauw. En hij heeft nooit op een grote stage gestaan. Ongelooflijk. Dus, ja. Voor, ja, ons is het like nieuw. Ik ben nieuw. Ik ben er nieuw bij. Ik, ja, weet niet hoe het aanvoelt. Daarom, Odette, ik denk niet aan 3 december. Mm. Ik geniet nu van... Gaat gewoon door het proces. Ik geniet nu van, ja, het feit dat, hey, ik hoor mijn zoon op de radio. Op de radio. Niet onbekend voor me, man. Die Great, ja, ja. Maar in een ander jasje. Ander, ja. Ander, ja, weet je, doet een, ja, beetje... Klopt, ik doe een beetje verwaand, ja, weet je. Van, ik hoor erbij, weet je. En ik heb mijn best gedaan ervoor. Weet je, maar ja, 3 december weet ik nu hoe het eruit gaat zien. Ik heb Joel wel gezegd, laatst aan de telefoon. Tak na een apoko. Brasa apoko. Maak het tot je eigen. Ga je erin verbeelden van, oké, hoe voelt het aan? Want ik zit erin, ik ben een gevoelig mens op liefdesgebied. Ik maak geen grappen met mijn relatie. Als ik ruzie heb gemaakt, wil ik het binnen 40 uur goed maken. Joel is jong, ik weet niet hoeveel relaties hij aan de rug heeft. Ik heb een aantal. Ik heb een aantal, dus ik weet, ja, hoe het aanvoelt om soms beloftes te maken. Ja. Weet je het? En Mina Sakoriu is een diepgaande belofte. Is niet van Mina One Koriu, Mina Sa. Koriu. Mm-hmm. Omdat je hoort het al in mijn tweede verse, in mijn bericht, ik ben geen minuut veranderd, de afstand maakt voor mij niet uit. En ik draag nog steeds de lach. En de lach is de eerste lach die je me gaf bij onze first date, toen we elkaar hebben ontmoet, als we nou schoolbanken zijn geweest, of toevallig in de winkel, een box, en hey, sorry, weet je dat? En dat is het allemaal. Dus ik ben een echte romanticus, dus voor mij weet je precies. Ja. Maar ik zing niet. Ja. Alle tonen die je hebt gehoord dat Joel heeft gedaan, zijn dingen die ik hem heb gezegd om te doen. Van Joel, nee, hou hem nog een beetje lang voor me. Laat daar je adem los. Dan hoor je gelijk van, hij komt aan mijn loose adem. Weet je dat? Ja. Zijn technieken die we hebben gebruikt. En dat, ja, is in mijn hoofd, zong ik het. Weet je dat? Maar natuurlijk, ja, is hij de zanger. Hij is een vertolker. Je clip is ook bijzonder, want je brengt je hebt natuurlijk voor Suripop heb je de originele clip, originele nummer. Aangehouden voor, ja, de clip. Maar je hebt al volgens mij al 2 of 3 extended versions. Dus je gaat ook helemaal los met je eigen, eigen fantasie en je eigen creativiteit. Ja. Want de manier waarop je over de productie van je nummer praat, was jij eigenlijk ook een beetje de producer. Ja. Maar wat is de reden dat je hebt gekozen voor een extended version van jouw clip? Oké, het is een waar gebeurd verhaal van 2 koppels die een ruzie hadden, niks van elkaar wilden weten. En de dag dat ze afspraak maakten om elkaar weer te mieten voor een... Oké, gaan we het goed maken. En dan gebeurde er iets. Ja. En het is precies zo geweest dat de vrouw... Natuurlijk was het niet zo in de auto. Ze stond bij een bushalte en ze werd beroofd. Mm-hmm. En hij kwam er net aan, want zij moest wachten op hem. En hij kwam aan met de auto. Dus hij zag het geval en hij sprong even zijn vrouw. En dan gebeurde het precies hetzelfde. En dus je clip is waar gebeurd, ja, dus gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Ja, waar gebeurd verhaal. Heel bijzonder. Weet je, dus, ja, vanuit eerste instantie ook dat geluid heb gezet hoe ze schreeuwden. Want het is me naverteld geworden. Dus ik zei van nee, je moet dat, ja, doen. Want die vrouw gilde ook. Dus ze zag de man daar liggen. En ze rende met die telefoon. Weet je, dus als je naar die video kijkt, dan zie je dat ze al die dingen daar heeft gezet. Dus dat is allemaal echt gebeurd. Is true, ja, story. Het geeft natuurlijk wel een meerwaarde aan de clip. Ja, dus, ja, vanuit dat het... Dat ik dat wilde doen. En ook als, ja, ik naar bijvoorbeeld songs van clips van Isley Brothers kijk of R. Kelly, zitten ze altijd wat movie erin. In, ja, downloads zie je altijd, maar hun, ja, van hun is kort. Ik denk 30, 40 seconden, ja, en dan gaat die song door. Weet je het? Dus voor mij was het like, moet ik akansje, maar ik weet Suripop mag geen grappen, maar dat vind je zo de i. Maar ik dacht van, let's try it. En, ja, ik was blij toen Suripop me zei van, oké, Robert, we like it, maar we willen toch die standard version hebben, ja, en je mag toch de extended version. Dat maakte me wel blij van, dan heb ik toch Apoptje van mijn artiest doen. En op mijn YouTube channel, daar zie je wel het verhaal. En nu promoot ik wel puur met
een 1 minuut video waar start met die intro en naar ben je het geval toe. Ja, ja, oké. Okay. Hey Roberto, fantastisch verhaal. Dankjewel, dankjewel. De manier waarop je praat, voel ik al, je hebt al gewonnen. Studiepop staat al op je cv. Ja, jij like en Joël it. Gaan ervoor like op 3 it. December. Minos Accordio is een titel van jouw nummer. Ik zou zeggen, heel erg veel succes. Love every minute of it. We kijken uit naar je inzending in 2024. Ja, we gaan ervoor. Okay. En ik moet Studiepop ook bedanken. En Ernesto natuurlijk. Je weet, in het verleden hoor je van, hey, Studiepop, ze zijn vervelend, hun bepalen wat. Ik heb het anders ervaren. Mm-hmm. En niet omdat ik muzikant ben, maar Ernesto was like, Robailo ben, dat kun je niet, you are the man, maar ik hoor mijn gevoel erin. Dus ik wilde met Ernesto werken, ik wilde met enkel andere arrangeur werken. Nee, never. Ik heb Sto zijn producties gehoord met La Rouge in de jaren 90, met een Travassi. Ik ken Sto niet van dichtbij, heb ik hem nu, like brother, al 3 jaar. Maar daarvoor zag ik hem altijd, ik zei van, hoe doet deze man dat ding? Bas, piano, zang. Hij is een genius, weet je, dus ik moet met hem werken. Dus ik ben blij dat hij tijd heeft gemaakt en... Minos Accordio, die is nu te beluisteren en te beoordelen. Dit is het resultaat. Succes na 3 december. Thank you. Okay. Dat was een heel erg leuk gesprek met Roberto Banel over zijn nummer. Dat op 3 december wordt gepresenteerd in de Entrinesi Sporthal. Minos Accordio. Dat is een belofte, zoals hij het zelf zei. Dank wel voor het kijken. En tot 3 december in Nice. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.